Om de haverklap wordt Antwerpen-Noord opgeschrikt door ontploffingen, schietpartijen, brandstichtingen, bedreigingen. Op amper 3 weken tijd ging het al om een 6e aanslag. En sinds 2016 tellen we al meer dan 60 gewelddaden in Antwerpen. En dat leidde tot hiertoe al tot heel wat materiële schade. Schade aan wagens, aan gevels. Gelukkig zijn gewonden en doden ons gespaard gebleven. Maar ik hou mijn hart vast. Ik mag er niet aan denken wat er zou gebeuren als er toevallig iemand passeert op het moment dat zo'n granaat ontploft. De buurt is bang. De buurt is het ook beu. En gezinnen met kinderen denken eraan om weg te trekken uit de buurt. En het lijkt er sterk op dat dit allemaal het gevolg is van een escalerende drugoorlog. Een oorlog die men blijkbaar maar moeilijk onder controle krijgt. Integendeel, de war on drugs lijkt een drugwar te worden. Veiligheid is echter een basisrecht. En dat recht dat wordt in Antwerpen-Noord tot in het diepste van haar kern aangetast. Ik ben ervan overtuigd, meneer de minister, meneer de voorzitter, dat de Antwerpse diensten er alles aan doen om die situatie min of meer onder controle te krijgen. Maar Antwerpen kan het niet alleen aan. Daarvoor is samenwerking nodig, in plaats van elkaar met de vinger te wijzen of te zwarte pieten. En om die uitdagingen de baas te kunnen, werd er 6 maanden geleden, in september 2018, een stroomplan goedgekeurd en werd er ook een Cali-team opgericht. Een gespecialiseerd team met federale en lokale politie, met inspecteurs, met douane, met parket, waar dat wordt samengewerkt om die malafide businessmodellen van die drugscriminelen te ontmantelen. En daarom, meneer de minister, wil ik u ook vragen wat dat uw kijk is op deze zaak. Er is een toename van geweld. Dat staat als een paal boven water. Heeft u ook het gevoel dat de situatie escaleert? Hoe verloopt de samenwerking tussen Binnenlandse Zaken of tussen de federale overheid en de stad? Het Cali-team, dat gespecialiseerd team, dat zou starten met 30 specialisten en zou nadien uitbreiden. Hoe ziet u die uitbreiding? Welke drempels ziet u nog? We hebben het inderdaad over problemen onder meer op het vlak van informatiedoorstroming. Zijn die er? Hoe kunnen die aangepakt worden? En kan er eventueel een samenwerking zijn of een versterking zijn vanuit de federale politie aan de lokale politie in het kader van de buurtgerichte werking of eventueel via het ter beschikking stellen van apparatuur of een andere vorm van medewerking? En hoe zal u, meneer de minister, dat stroomplan en dat Cali-team verder opvolgen en evalueren? Hoe ziet u dat? Dank u, mevrouw Lantjri. Het woord is aan de minister.